Hij is wat kruidiger dan een vodka, dat is wat minder. Hallo, goedenavond. Ik fiets door Amsterdam, want ik ben op weg naar een borrel georganiseerd door Baker's Best. Dat zijn ondernemers die van oud brood jenever maken. Ja, en jenever drink je natuurlijk niet in de ochtend. Ik heb mijn partner in crime even gevraagd. En we gaan maar eens even proeven hoe dat allemaal smaakt. Heel veel flessen worden gekleurd door een coating. Lekker. De eerste keer prikkelt het en de tweede keer is het dan wat meer een normale slok die wat beter glijdt. Ja. Ja. Ik heb eigenlijk niks met jenever. Ik drink dat dus. En als ik het drink, denk ik, oh, niks voor mij. Oké, de tip is dus 15 seconden vermengen met je eigen mondwater. En dan is slokje 2 helemaal de boel. Oké, deze was een beetje prikkerig. Ja, verwarmend. Proost. Goedenavond. Proost jongens. Proost. Proost. Waar zitten we? We zitten in de Blue Spoon Bar in het Anders Hotel op de Prinsengracht in Amsterdam. Deze avond is gewijd aan? Aan de Closing Loop Cocktails. Martin is de hoofdbartender van Blue Spoon. En die had ons een paar maanden geleden gevraagd van, zou je het leuk vinden om mee te doen aan het concept? En de avond gaat eigenlijk over het afval van het hotel, van Andas. Wat kunnen ze daarmee doen om dat in een leuke cocktail te verwerken? Ja. Wat drinken we? Jij drinkt de Baker's Best Banana Sour. Ik drink de Cinnamon Roll. En ik drink hem Nico. Gewoon puur. Puur. Nico, vertel eens, wat doe jij zoal bij Baker's Best? Ik studeer nog. Ik studeer chemische technologie. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk met Chris het hele productieproces eigenlijk, of het idee eigenlijk dat we van oud brood jenever konden maken. Mm-hmm. Ik ben de bakker en Nico is de chemist. Yeah. En ja, door zelfstudie op internet, gewoon ja, lezen, YouTube filmpjes kijken, hadden wij uiteindelijk onze eigen destillatieketel gemaakt. En ja, zo is een beetje onze passie voor dat vak gekomen. En zodoende ja, eigenlijk voornamelijk efficiëntie en afvalstroom opnieuw gebruiken. En toen was juist het idee om oud brood. Eigenlijk eerst was het omdat het een leuk idee was, omdat er zoveel oud brood over was. En later kwam eigenlijk een beetje de perceptie van dat het nog best wel circulair en duurzaam is. Hey. En we zien dus dat onze jenever, omdat het dat circulair tintje heeft, daardoor heel vaak voorkomt in cocktails die dan ook zero waste heeft in de bar zelf. Ja. En brood is ook gewoon lekker om te drinken. We zeggen heel vaak ook op gymfestival zijn, dan serveren we het broodje kaas. Maar dan het vloeibaar broodje kaas ervan. En wat gaat de jenever kosten voor de mensen die nu al denken van, oh, moet inslaan? De fles ligt bij de slijterij voor €28. Zijn we nog iets vergeten? Of, Elke fles redt 7 sneetjes brood. Dus ik zou zeggen, mooi. Drink er een paar op en je bent een beter mens.